77FM. Aan de telefoon de heer Samuel van de Meteorologische Dienst in Suriname. Goedemiddag, meneer Samuel. Goedemiddag. Ik ben blij dat u bij mij in de uitzending bent. Ik hoorde de afgelopen 2 weken, het is koud, het is koud. En vandaag las ik ergens dat het in Suriname 20 graden is. Wat is er aan de hand, meneer Samuel? Wat ik kan zeggen, dat het seizoen waarin we ons nu bevinden zich wel leent voor lagere temperaturen, rekening houdende dat het op het noordelijk halfrond, zoals waar u bent, de winter heerst. En de winden die we overwegend hebben zijn is de Noordoostpassaat. Dus met de sterke Noordoostpassaat worden koude luchtmassa's vanuit de gematigde breedte ook gestuurd naar Suriname. Dat is normaal. Wat we hebben gehad de afgelopen dagen zeker, is dat er ook een koufront wel zeer actief was boven de Atlantische Oceaan. En doordat die zo dicht bij ons was, eigenlijk voor mij dichterbij dan eerder of normaal, hebben we dan veel van die koude lucht die met deze koufront samengepaard ging, gaat boven ons land. Dat is eigenlijk de verklaring van de zeer lage temperaturen. U praat over 20, maar het laagste dat ik heb gezien is 18,8 graden Celsius. 18,8, dus dat is nog lager. Jawel, voor mij wel iets nieuw. Ja, want ik moest echt zeggen, een neef van me die belde me uit Suriname en hij zei Akoro. En ik dacht, jongen, je stelt je aan, weet je. Maar, ja. maar dan, dus die mensen vergissen zich niet. Het is dus echt koud. Ja, is wel koud geweest, ja. Ja, in dat geval, ja, dus van die 18 graden is wel koud geweest, ja, inderdaad. Maar ik denk toch dat de historische data zou moeten uitwijzen als het koudst was. Want wat ik weet is dat het in het verre binnenland, als u kent de dorpen als Kwamala Samutesi Paliwini, die ook hoog gelegen zijn, dat soort temperaturen wel gemeten worden. Dus het moet wel kunnen in die gebieden. Maar voor het kustgebied eigenlijk, naar het savannagebied, dat zeggen Sanderij, naar het noorden toe, is het voor mijn kennis niet normaal. Nee, want we hadden een meteoroloog in de, nee, het was een geoloog, hadden we in de uitzending een paar maanden geleden. En hij vertelde ons over 1964 dat het toen ook, dat het zelf 12 graden was gemeten toen. Het was ook in de maand januari. Ja. En, maar nu zitten we natuurlijk over de hele wereld praten we over het klimaat, de verandering van het klimaat. Denkt u dat dat ook een invloed heeft op het klimaat in Suriname op dit moment? Oké, sowieso hebben we als land ook invloed van die klimaatverandering op zich. Maar als dat direct gevolg is, dat zal eigenlijk voor nadere studie geplaatst moet worden, want het is echt snel. Ik zei het ook aan iemand van ik haal een gek voorbeeld aan hoor, maar ik denk niet dat we na 1 dag of een week koude temperaturen moeten gaan zeggen dat het de schuld is van klimaatverandering. Want we hebben ook andere weersystemen, net als wat ik zeg. Normaal in dit seizoen is het al zo dat we lage temperaturen krijgen. Ik denk dat de ligging van de intertropische convergentiezone die iets zuidelijker is, waardoor die koufront dan ook iets zuidelijker kan verplaatsen. Mijn vak leent zich voor het maken van verwachtingen. Het maken van uitlatingen, daarvoor heb je meer de klimatologen en de senior, de PhD, meteoroloog en dergelijke. Ik bekijk zaken van dag tot dag. Mm-hmm. Snap je? Dus ik zou niet willen zeggen van het is direct het gevolg van
klimaatsverandering. Maar ik weet wel dat we toch wel invloed hebben van die klimaatsverandering. Mm-hmm. Een paar jaar geleden had het ook nog licht gehageld in Suriname. Ja. En u bent bezig met de weersverwachtingen. Ziet u ergens hagel er aankomen? Zoals ik het al had gezegd, in de hagel. Kijk, in de winter ik kan zeggen jullie, wat u bent daar. Korrelhagel, dat heb je bij lagere temperaturen. En in de zomer die hagel. Die hagel van de zomer, dat is wat we hier hebben gehad. Dat heb je bij hoge temperaturen. Maar die korrelhagel heb je bij lagere temperaturen. En voor nu zie ik Surinaamse temperaturen niet dalen naar dat niveau. En over het algemeen leent de atmosfeer zich ook niet voor die type hagel. Die hagel, de normale hagel, die kunnen we wel krijgen op een zeer warme dag, ja, met een onstabiele atmosfeer. Dus dat sluit ik niet uit. Mm-hmm. Maar bij jullie is het dus, bij de meteorologische dienst is het op dit moment dus niet dat jullie crisis hebben, dat jullie met elkaar gaan zitten praten om te kijken van wat is er aan de hand en wat moeten we doen en hoe moeten we de mensen waarschuwen? Misschien niet in een zin alsof het een crisis is, maar het is natuurlijk wel iets dat je onderling wel bespreekt. En zo kom je dan op de oorzaken wat ertoe kan hebben geleid dat we deze lage temperatuur nu hebben gehad. Natuurlijk bespreek je het wel, maar als je moet praten over crisis, denk ik dat we toch moeten gaan kijken als het aanhoudend zal zijn. Maar kijk, nu al krijgen we weer de vrij normale temperaturen van 23, 24 graden Celsius als minimum. Dus nu kan je zeggen, we zijn naar het normaal teruggekeerd. Maar in dit geval was het echt die koufront die zeer ver naar het zuiden gelegen was. Maar zoals ik dan ook begreep, en is het kwaad van koufronten niet abnormaal voor dit seizoen, maar voor Surinaamse standaarden eigenlijk was hij wel heel dichtbij. En weet u hoe het zit met de landen eromheen, Frans Guyana, Guyana, hebben ze er ook last van? Tussen aanhalingstekens. Ja, dus in feite ben ik dat niet eens nagegaan. Dus nu, tenminste zo net toen ik zei van voor Suriname was het wel heel ver naar het zuiden. Kwam ook in of van, maar wat about die andere Guyana's, hebben ze, is het voor hun ook een ding. Maar ik heb qua nieuws niets gehoord hoor, wat dat betreft, dat het iets is dat niet normaal is voor hun of dat ze zeer lage temperaturen hebben gemeten. Maar het zou me niet verbazen als het voor hun ook niet normaal is geweest. Ja, iemand zei tegen mij van de aarde staat op dit moment een beetje verder van de zon dan normaal. Dat heb ik ook begrepen, dat er ook is aangehaald dat ook een rol heeft gespeeld. Ik kan er persoonlijk niet echt op ingaan. Ik heb het zelf ook gehoord, maar er zijn geen abnormale dingen. We weten dat de manier waarop de aarde zich om de zon beweegt, dat die soms wel ietsje verder ligt dan normaal. Maar net als wat ik zeg, gaan we dat zeggen omdat we een weekje lage temperaturen hebben gehad. Dat is, we zouden echt moeten kijken van hoe lang het zo aanhoudt. Als het veel langer zou aanhouden, dat we die 18 en 19 graden gaan meten, dan zou je wel moeten kijken naar iets anders. Maar voor mij is het voor nu echt wel gewoon dit seizoen, die koude luchtmassa's die komen vanuit de hogere luchtbreedte, noordenbreedte, gematigde en hogere. Het wordt naar Suriname, naar ons gebied aangevoerd. En die koufront die eigenlijk heel dichtbij heeft kunnen komen. En als we praten over koufront, daar weet u veel meer van. Daar zal het logisch moeten zijn dat die temperatuur die we normaal zouden moeten hebben, dat het verschil dan heel groot was met wat daar achter was. En door die Noordoostpassage hebben we toch wel
die koude lucht van die achter het koufront was, boven ons gebied kunnen krijgen. Ja, maar ik, ja, kijk, als je denkt aan het weer van Suriname, denk je van oké, het is warm, het regent of het is droog. Maar dan kan ik me voorstellen dat zoiets, uw vak, natuurlijk meteen, dat jullie meteen rechtop gaan zitten van oké, nu gebeurt er iets. Ja, want ja, in mijn idee denk ik van, je kan alleen zeggen oké, het gaat hard regenen, het gaat zat regenen, het gaat net regenen of de zon gaat schijnen. Maar ja, dat is wat ik denk. Ja, want in eerste instantie ga je geen verwachting maken voor zo'n lage temperatuur. Omdat je hem eigenlijk niet echt ziet aankomen. Maar wanneer het gebeurt, dan weet je voor de next time van oké, ik moet dus toch andere zaken ook overwegen, net als die koufront, dat je echt ziet van oké, het is dus wel mogelijk dat deze gasten zo dichtbij komen, dus in het vervolg hou je er rekening mee. Dat is het zeker wel, hoor. Ik ben blij dat u het heeft toegelicht bij ons. En de mensen hoeven dus zich niet druk maken. Ze hoeven geen herfstjas te gaan kopen op dit moment. Ze kunnen gewoon chillen. Misschien een sjaal of een vest of Taiwan panje. Ja. Overdrijf. Herfstjas niet. Nee, zo erg. Tenminste, er zijn wel individuen die natuurlijk niet tegen die kou kunnen. Dus zij mogen... Ze mogen dat in elk geval weten, dat zodat ze weer horen dat we van jaar januari mogen ze weer voorbereiden op de mogelijkheid. Toch? Maar het zou moeten gelden voor de mensen die niet echt kunnen tegen de kou. Want het gaat toch wel wat. Ja, de temperaturen zullen niet als zodanig toenemen, omdat we nog steeds in het seizoen zijn met die Noordoostpassage. Nou, meneer Samuel, hartelijk dank voor uw toelichting. Ik wens u een hele mooie zaterdag. U moet nog werken, dus orokoshiti. Blijf maar. U heeft een mooi vak. Dank u wel. Dus luisteraars, inaf bij Wajas. Ik ben Artie vanuit Suriname. Inaf go bij Wajas. Zoek u af vast. Nee, de vier rustig. Hey. We're here to stay. Zaterdag. Van 4 tot 7. Amsterdamse weekendradio met een Surinaams sausje. Double 7 FM. Een productie van Stichting Between the Lines. Double 7 FM. We're here to stay.